Ja, gisteren post gedeeld, hè. Een belangrijk gesprek op bij werk bij de CM. Een soort interview voor een opleidingstraject voor 2 jaar, waar ze eigenlijk een selectie willen maken van 12 medewerkers. We hebben er geen zicht op, maar toch denk ik veel kandidaten. Dus superleuk gesprek. Over het gesprek zelf kan ik niet zoveel zeggen. Behalve dan een ding die ik daar gedeeld heb, die ik ook al via mijn sociale media wel regelmatig gedeeld en zeker naar de klanten toe deel, omdat het ook gelinkt is aan het COVID-traject die ik 1 à 2 keer per jaar doe met snelle denkers. En waar dan een van onze doelen is om een soort missie-visie te starten die je kan gebruiken om meer focus te hebben en meer drive te hebben en meer gemakkelijker keuzes te maken wat je nu wel en niet gaat doen als snelle denker. Omdat veel van ons, niet allemaal, ook multipotential zijn, van alles eigenlijk wel goed kunnen, maar niet van alles energie krijgen of zich niet in alles even hard willen specialiseren, wat ja, het kiezen moeilijker maakt. Want ze gaan al rap langs u langs wandelen om die opdracht uit te voeren, terwijl dat misschien niet uw energiegever is. Dus ik heb daar gedeeld dat mijn visie eigenlijk is leren, groeien, leiden, inspireren en coachen. Niet in die volgorde, maar ik was, dat zijn de belangrijke woorden in de zin. En ik legde uit dat dat dus een visie is, een missie is, die ik dus in al mijn jobs wil toepassen. En dus waarvoor dat ik dus onder andere dit traject wil volgen bij CM. Maar ook wat de drive is, waarom dat ik elke dag opnieuw met passie grenzen wil verleggen en wil kunnen innoveren in de producten die we voor CM aan het ontwikkelen zijn en de producten die we ook in onderhoud hebben, want ja, we hebben tamelijk veel applicaties in productie. En dat diezelfde visie-missie ook toepasbaar is in mijn Gromicoach verhaal. Want een van de vragen die nogal een keer gesteld wordt is van ja, maar Rudy, hoe ga je dat dan combineren? Hè? Een fulltime job, een opleidingstraject die bovenop die activiteiten gaat komen, dus vooral na de uren zal zijn. En dan nog een keer een coachingbedrijf. En dan heb ik direct gezegd, ja, als ik die twee niet heb samen, dan sukkel ik zo in een burn-out, omdat ik dan mij vergalopeer, omdat veel snelle denkers een brein hebben, ik denk alle snelle denkers een brein hebben, die eigenlijk niet stil kan gelegd worden. En door 2 totaal verschillende dingen te doen die echt mijn intrinsieke motivatie triggeren, die dus mijn visie, missie op kan loslaten, zorgt ervoor dat ik daar eigenlijk in overdrive ga gaan. En door dat af te wisselen, rust ik eigenlijk op mijn CM-job als ik Gromicoach bezig ben en vice versa. Soms is er zo'n overlap, zoals dat filmpje nu, die ik graag deel in beide contexten. Maar globaal geeft dat eigenlijk een vorm van rust. Voor veel mensen is dat heel bizar en die hebben zoiets van, hoe doet die dat dan eigenlijk? Maar voor snelle denkers, en dus veel van de klanten, zeker klanten die in mijn groepstraject zitten, is dat eigenlijk een eye-opener, dat oké is, dat dat echt rust brengt. Wat de andere mensen denken van, ja, doe het een keer kalmer aan, is dat net die switch die zorgt dat we het kalmer aan kunnen doen op onze manier van kalm aandoen. Dat wil zeggen, ja, van deze avond is de CM even tot rust, min of meer, ben ik op Gromicoach. Ik ben ook deels ja, in mijn gedachten bij de kinderen nu, waar ook die leren groeien, inspireren, leiden van toepassing is. Want ja, de examens zijn in aantocht, eindwerk voor een van de dochters, drumexamen komt, dus ook daar kan ik die missie op toepassen waar mogelijk. Maar we hebben vooral ze geïnspireerd om heel veel zelfstandig te doen. Dus dat is wel een geluk. Als ze nu een vraag komen, is het meestal eventjes helpen om te deblokkeren. Maar willen ze vooral zelf de dingen kunnen aanpakken. Maar dus het traject die ik dan bij Gromicoach bijvoorbeeld doe, is ook een die voluit die missie invult. Dus ik heb een groepstraject waar maximum 5 snelle denkers aan kunnen deelnemen. Is ook een langlopend traject, 6 maanden. 6 delen van elke keer een dag. En het is ook een traject die een beetje in de omgekeerde richting werkt. Het is niet dat er 6 data op de site staan en dat je kijkt of het past of niet. We zoeken eerst 5 deelnemers. 4 à 5 deelnemers. En dan gaan we samen met de deelnemers op zoek naar 6 data die voor iedereen kan passen.
Als er last minute toch iets zou tussenkomen waardoor er voor één persoon niet kan, zoek op dat moment weer een nieuw moment dat voor iedereen kan. Want dat is een reis die je echt samen moet doen. Dat is een reis die in, ook veiligheid vraagt, want je gaat er dingen delen die binnen de groep moeten blijven. Maar een van de einddoelen van dat project is dat je zelf ook een start van missievisie hebt. Dus het is zeker niet de bedoeling dat je op het eind van die 6 maanden een afgeklopte zin gaat hebben, zoals ik nu voor mezelf even heb opgezond. Ik heb er 5, 6 jaar over gedaan om tot deze zin te komen. En ik hoop dat hij nog een tijd mee kan gaan, maar dat hoeft ook niet voor eeuwig te zijn. Dus ik zou zeggen, reflecteer vanavond een keer. Heb je eigenlijk zowel al een beetje een visie, missie, waar dat je vandaag al kunt beginnen op focussen? Schrijf die dan op en begin vanaf morgen even af te checken met de dingen die je bezig bent. In hoever mapt dat op eigenlijk mijn hoger doel, mijn vuurtoren? Denk je vandaag eerder van, zeg Rudo, ik weet het niet. Ik ben met 1001 dingen bezig. Ik voel dat er iets niet klopt. Maar ik weet niet juist wat. Ik weet ook niet hoe ik dat alleen zou kunnen doen. Ik zou zeggen, klink het even op de link die ik, als ik terug thuis ben, onder dit filmpje ga zetten. Kijk een keer naar het traject. Heb je interesse? Geef even een seintje. Doen we een intakegesprek. Kijken we even of dat jouw vraagstelling mapt op het traject dat we aanbieden. Is er een match? Ja, dan kom je mee op de groep voor de volgende reeks. Komen we aan 4 à 5 deelnemers, dan zetten we ons even samen, virtueel weliswaar, en gaan we op zoek naar de 6 data. Er is al 1 persoon die zeker mee wil doen. Er zijn 2 twijfelaars. Dat is altijd een dubbeltje op zijn kant natuurlijk, want het is natuurlijk een grote stappentraject. Maar aan de andere kant is het ook geen grote stap, omdat als je contact neemt, wel de honger er al is. Dus dat gewoon een kwestie is van, ja, spring ik hier of spring ik niet? Trust me, het is grensverleggend, maar het is niet onoverkomelijk om de grens te verleggen. Wat je doet samen, het eerste deel is zeker gewoon die hoogbehaafdheid. Het woord gaan we niet te veel gebruiken. En nee, je moet geen IQ-test hebben om je in te schrijven. En nee, je moet niet 100% zeker hoogbehaafd zijn. Je moet u alleen in veel van de verhalen herkennen die we delen online. Je moet u herkennen in het boeken als je ze leest, in blogs, in het woord, laat het los. Het woord is niet relevant in ons traject. En je moet vooral ook voelen van, shit, er is iets. Zoon of dochter is mogelijk gediagnosticeerd, hoogbehaafd. Dan is er een reële kans dat het woord zonder het te gebruiken ergens vandaan komt. Meestal 1 of 2 van de ouders. Let it go. Ik ga niet beginnen zingen. Maar dan is misschien dit groepstraject de echte push, de echte steuntje in de rug die kan helpen om niet aan de slag te gaan met het woord, maar vooral aan de slag te gaan met de eigenschappen en met mijn favoriete boek, The 7 Habits of Highly Effective People, of The 7 Habits of the Fast Thinking People, Gifted People, whatever people dat het is. Maar het zijn eigenschappen die een nieuwe wereld kunnen laten opengaan en die mogelijk ook zorgen dat je op een bepaald moment misschien ook een 30 minuten een interview gaat doen met je management met een volledig andere bril dan dat je vandaag dit zou doen. Allee. Ik moet het nog uploaden en daarna misschien ontmoeten we elkaar. Bye.